Hef je natuurlijk wel de, de Russische inkomsten, wat de bedoeling van die sancties was. Maar dat duurt dus een paar jaar. Ja. Dus als we Poetin onmiddellijk in zijn portemonnee willen treffen, helpen die boycott-sancties dus niet. Nee, het is, het is natuurlijk het hele rare. Dus hoe meer je boycott. Uh, hoe meer je de volumesstromen blokkeert, hoe hoger de prijs wordt, en dan heb je toch weer kans dat de Russen dat is daardoor, omdat het totale wereldprijsniveau, of ik moet zeggen totale Europese en ook uh, de richting Midden-Oosten prijsniveaus omhoog gaan, ja. dat de Russische inkomsten toch op peil blijven. Wat zou Nederland dan morgen moeten zeggen aan die onderhandelingstafel in Brussel? Niet doen. Ja, ik ik, ik denk dat uh, het, het olie Kijk, het oliedossier, omdat je daar meer alternatieven hebt, is als je dat dus niet inkoopt, heeft dat uh, minder groot prijseffect dan het gas. Dus op zich zou je kunnen zeggen, zouden sancties aan de oliekant een zekere effectiviteit hebben om de Russen te treffen? En het blijkt nu ook al voor die ruwe olie die de Russen nog kan verkopen, bijvoorbeeld richting India, dat ze daar ook al behoorlijke kortingen op moeten geven. Dus dan denk je, dat is goed. Het probleem met sancties is, maar ik ben geen politicus, als wij sancties nemen, moet je niet denken dat de andere partij geen tegensancties neemt. En de Russen beseffen heel goed dat wij qua gas natuurlijk in een hele moeilijke situatie zitten. qua West-Europa, zoals ik dat net uitlegde. Ja, u kent Poetin, uh, u hebt met hem onderhandeld. U wilt overigens geen kwalificaties geven uh, voor zijn huidige uh, militaire gedrag. Laat ik het maar even zo uh, samenvatten vanwege de bescherming van Shell-mensen in uh, Moskou nog. Uh, als ik het goed heb begrepen, toch? Ja, ik wil er eigenlijk niet verder op ingaan. Ik, wil, nee. ik beperk me tot de energiesituatie. Exact, maar goed, u zegt net zelf wel: je moet wel rekening houden met tegenmaatregelen. Dus als Poetin ziet aankomen dat als Europa nu begint met een olieboycott en misschien volgend jaar met een gasboycott, dat die Europa dus voor zou kunnen zijn. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ik denk, denk dat de Russen goede schakers zijn. En als je ook kijkt, niet alleen de afgelopen maanden... maar ook de afgelopen jaren, is, uh, ze zijn goede schakers. En hun strategie is niet makkelijk te lezen. En dat maakt het dus voor de politieke afweging... zoals die dus ook in Brussel moet gebeuren, bijzonder lastig. Ja, maar dat zou dus. Uh, dan moet je dus rekening houden met het feit dat Poetin met tegenmaatregelen komt, dus de gaskaan dichtdraait. En ik hoor u net zeggen, stel dat dat gebeurt, dus dat het niet vanuit de Europese Unie stap voor stap wordt ingevoerd. Maar in één keer dat Poetin dus met zijn vingers aan zijn eigen gaskraan gaat zitten en Duitsland, Italië en andere Europese landen in één klap worden afgesloten, dat je dan dus wel in een crisissituatie terechtkomt. Ja, dat zou dus goed kunnen. Er zijn een paar interessante dingen waarom het ook zo moeilijk is om die situatie te lezen. Is in het, eh, tot nu toe eh, hebben de Russen zich eigenlijk altijd aan een contract gehouden, ook in de Koude Oorlog. Mensen zeggen ja, maar ze hebben de Oekraïne al een keer afgesloten, maar die hadden toen niet betaald. Dat is een verhaal uit 2009, als ik het goed herinner. Op zich. Maar dat merk je ook uh, in mijn eigen dealings van Rusland uh, destijds is dit daar een sterke wil om aan contracten te houden. Nou, dat maakt de situatie: gaan ze dat nu wel doen of niet doen? En heel veel van de gasleveranties zitten in lange termijn contracten. Dat moeten we ook realiseren. Overigens, Europa moet ook altijd oppassen als jij jezelf niet aan contracten houdt. Wat je dan zelf voor een mogelijke moeilijkheden veroorzaakt. Dus daar moet je allemaal aan nadenken. Maar wat de Russen precies gaan doen, dat weet ik niet. Wat ik wel weet. Is dat het wel helpt als in Europa alle landen op één lijn blijven zitten? En zeker qua die gassituatie, die dus zo extreem moeilijk ligt, of dicht bij een crisissituatie eh, zou kunnen komen, of al is, dat je dus sterke coördinatie houdt, hoe wij met de gasimporten uit Rusland eh, omgaan. He, dus. Uh, wat er, kijk, de Russen lijkt natuurlijk ideaal als het ene land iets anders wil het andere land uh, weer iets anders om dat tegen elkaar uit te spelen. Daar zullen ze geheid heel erg goed in zijn. Dus een sterke Europese coördinatie, waar je ook uh, eventueel elkaar moet kunnen helpen. Ja. En dat is dus op korte termijn al. He, kan je Bulgarije helpen of kan je Polen helpen? Hoe kijk je daar tegenaan? Is wel een noodzaak om een effectief beleid eh, te voeren in het hele gastossier. Ja, maar toch nog even om het vast te stellen... op het moment dat Poetin met tegenmaatregelen zou komen... en Europa dus van de gaskraan afsluiten... hebben we wel een energiecrisis. Ja, denk ik wel. Zijn we niet in, in alle eerlijkheid veel te